Hallo allemaal, tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Lucas, a.k.a. Lumio. En vandaag ben ik hier met een unboxing van bariumbuizen. Ik heb een envelop ontvangen. Ik had zelf als eerst verwacht dat het een doos zou zijn, maar het past dus allemaal in een envelop. En ja, dit ga ik unboxen vandaag. Ik heb dit 5 dagen geleden besteld en de video is iets later dan gepland. Want ik had eigenlijk gerekend op 3 dagen verzendtijd zoals op de website staat. En het is dus 5 dagen verzendtijd. Dit is ook een eerlijke review, gewoon met de voor- en nadelen van bariumbuizen. En met de voor- en nadelen van hun producten. Dus het is ook geen promotiedeal of zoiets. Gewoon eerlijk, voor- en nadelen. Maar ja, laten we maar beginnen, want ik ben best benieuwd wat hierin zit. Dus let's go! Oké, laten we maar beginnen. Hier is de envelop. Als allereerste ziet het er vanaf de buitenkant best wel goed uit. Gewoon goed verpakt, goede kwaliteit. Maar laten we maar beginnen met de envelop open te maken en kijken wat erin zit. Oké, de envelop is open. Het is gewoon met een handige rand om open te maken. Dus ja. Oké, laten we het eerste voorwerp uit de envelop halen. Hier is het. Verschillende soorten lont. Ik heb in totaal 3 verschillende soorten lont besteld. En het zouden 4 setjes moeten zijn. Dus ik ga het plakband er hier even afhalen en kijken wat het precies is. Oké, de plakband is nu los. Hier is het. Oké, we hebben hier zo 3 verschillende soorten lont. Ik zal de envelop heel even wegleggen. Er zit nog meer in. Maar eerst even dit. Oké, hier hebben we een stuk. Ik weet nog niet precies wat welke is. Maar dat kom ik zo achter. Hier nog roze lont. En dit nog. Om te beginnen heb ik hier 2 meter, dus in 2 losse sets van 1 meter, heb ik snel lont gekocht met een brandtijd van 1 meter per seconde. Vanaf de buitenkant ziet het er best goed uit en we gaan het zo meteen nog wel even afsteken om te kijken of het ook goed werkt. Maar dit hebben we in ieder geval een meter, dat geloof ik wel dat het is als ik dit zo uitvouw, dus dat is tot nu toe wel goed. Verder hebben we hier nog fish views. Verder hebben we hier nog Flying Fish Views. Dat is ook nog een stuk lont van knetterlont schijnt het te zijn. Ik vond het wel interessant om te nemen. Dit was ook 2 euro per meter. En dat gaan we zo meteen ook even uittesten. En als laatste soort lont hebben we hier nog een meter met Falling Leaves Views. Dat is ook een stuk lont met als het goed is ook knetter effect. Alleen al ook een rood effect erin. En het is ook gewoon een meter en ook 2 euro per meter. Dus dat gaan we zo meteen ook uittesten. Oké, het volgende is 4 verschillende soorten stickers. Hier heb je ze. Ze waren 25 cent per stuk en zo'n 5 bij 5 centimeter. Hier heb je ze. Nou, zo te zien hebben ze er 5 geleverd, dus dat is wel leuk. Ik weet niet of ze het expres hebben gedaan of per ongeluk. Maar we hebben hier sowieso eentje van deze sticker. Even kijken of de camera scherp stelt. Deze sticker hebben we sowieso. Deze is 5 bij 5 centimeter en 25 cent. Volgende sticker. Dangerous. Ook 5 bij 5 centimeter en 25 cent. Als volgende. Explosive. 1,3 gram. Ook 5 bij 5 centimeter en 25 cent. En als laatste. Deze nog. Ook 5 bij 5 centimeter en 25 cent. Alleen heb ik er hier 2 van gekregen. Ik weet niet of het expres is of per ongeluk. Maar het is natuurlijk wel nice. Dus ja, dat is ook wel mooi. Of ze goed plakken, dat ga ik niet uittesten in deze video. Maar ik ga ervan uit dat ze gewoon plakken zoals een normale sticker plakt. Dus ja. Oké, dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste voorwerp van deze unboxing. Maar zeker niet de slechtste. Een aansteker van het merk Zippo. Hier heb je hem. Hier heb je hem. Het doosje is wel kleiner dan ik dacht. Ik had hem iets groter verwacht. Hier heb je hem. Made in USA. Deze was volgens mij 14 euro. Of 15 euro. Ik weet het niet meer precies. Maar dat zet ik hieronder wel in de tekst. En hier heb je hem. Hij ziet er wel goed uit, vind ik.
wel kleiner dan ik dacht. Dat dan wel. Maar het is alleen maar positief, want dan kun je hem heel makkelijk in je zak stoppen natuurlijk. Made in USA van het merk Zippo. We gaan hem eruit halen. Hier heb je hem. Klikje, dat geeft wel een gevoel van kwaliteit. Dat sowieso. Hij is wel een stuk kleiner dan ik dacht. Oh, even de camera scherp stellen. Hij is echt veel kleiner dan ik had verwacht. Maar of het positief of negatief is, dat moeten jullie zelf maar bepalen. Nou, hij doet het in ieder geval wel, dus dat is mooi. En ja, straalt ook wel kwaliteit uit. Hier aan de onderkant nog even Zippo erop. Dus ja, dat is wel mooi. Oké, hier hebben we nog even alles bij elkaar liggen. Hier hebben we twee stukken Quick Fuse van 1 meter van 2 euro per meter. Met een brandtijd van 1 meter per seconde. Hier hebben we nog een stuk Flying Fish Fuse, wat een soort knetterlont is. Ook van 2 euro per meter en dit is een meter. Verder hebben we hier nog Falling Leaves Fuse, ook van een meter en 2 euro per meter. Dan hebben we hier een sticker van Flammable Solid, Dangerous, Explosive en Spontaneously Combustible, 2 stuks. Allemaal van 25 cent per stuk en als laatste hier nog de Zippo aansteker. Oké, en verder hebben we hier ook nog de Zippo aansteker. Hij was iets van 14 of 15 euro. Ik kan hem jammer genoeg nog niet gaan uittesten. Want hier, als je dit eruit schuift, moet er een speciale aansteker vloeistof in. En dat heb ik niet in huis. Dus uittesten, dat kan ik niet in deze video doen. Maar oké. Dat kan ik in deze video niet uittesten, maar wel in een andere video. Dus dat is jammer. Maar laten we nu verder gaan met het lont hier uit, met het lont buiten uit te testen. Want ik ben wel benieuwd wat het allemaal precies doet. Dus laten we dat gaan doen. Oké, we zijn nu buiten en we gaan nu even die stukjes lont uittesten. Ik heb er allemaal even een stuk langzaam lont met een brandtijd van 1 cm per seconde aangezet. Zodat het niet direct afgaat. Maar hier hebben we dus het snel lont met een brandtijd van 1 meter per seconde. Hier het Falling Leaves Fuse. Het zou een soort knetterlont zijn. Hier de Flying Fish Fuse. Het zou ook een soort knetterlont zijn. En ja, hier heb ik mijn aansteker. Die andere die kan ik nog niet uittesten. We hebben de vloeistof nog niet. Dus dat kan niet in deze video. Maar die gaan jullie sowieso nog wel in andere video's zien. Maar laten we deze stukken lont even uittesten. En laten we beginnen met het Flying Fish Fuse. Dus laten we dat doen. Nou, oké, dat is een beetje het lont wat er in een kubische kanonenslege uit Duitsland zit. Het is een beetje, ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen. Met een grote vlam eraan, zeg maar. Maar dat hebben jullie net wel gezien, denk ik. Oké, hier nu geeft het Falling Leaves Fuse. Ik ben benieuwd wat dat doet. Dus laat ik die ook aansteken. Die geeft een mooi rood vlammetje. Dat is wel mooi. En deze die gaat ook niet alle kanten op. Zoals bij die vorige wel. Dat is ook wel mooi. Dit wordt zeg maar niet een voetzoekertje als je een los stuk lont aansteekt. Oké, deze vind ik ook wel mooi. Je moet natuurlijk zelf maar bekijken voor wat je het wilt gebruiken. En als laatste heb je hier nu nog het snellont met een brandtijd van 1 meter per seconde. Ik denk dat deze ook net als een voetzoeker alle kanten op gaat vliegen. Dus laat ik hem maar even aansteken. Zo, dat was een soort knal en in één keer was het weg. Maar dit was een stuk van 15 centimeter ongeveer. En als het een brandtijd van 1 meter per seconde heeft, dan heeft het natuurlijk bij 15 centimeter een brandtijd van 15 centimeter per 0,1 seconde. Dus ja.
Maar oké, dit is dan weer het einde van deze video. Als jullie nou ook iets bij Bari en Buis willen bestellen, hieronder in de beschrijving staat de link. En ja, dit is zeker geen promotiedeal. Het is gewoon een eerlijk review, zoals ik al heel vaak heb gezegd in deze video. En bedankt voor het kijken naar deze video. Doe dat duimpje even omhoog. Laat in de comments weten wat jullie hier zouden bestellen of wat jullie van deze video vonden. Of wat dan ook. En deel het met iedereen en abonneer even hieronder. Bedankt voor het kijken. Dit was Lumio. Later mensen. 3-0.